Welke invloed heeft de lockdown op scholen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De scholen gaan vanaf morgen 5 weken dicht. Dat maakte premier Rutte gisteren bekend tijdens zijn toespraak. Door de lockdown zijn de kinderen weer gedwongen om thuisonderwijs te volgen. Daarover praat ik straks verder met Gert van der Ree van de scholengemeenschap De Drieslag. Maar eerst dit. Er komt een nieuw advies voor kerkdiensten tijdens de lockdown. Terwijl de huidige lockdown geen gevolgen heeft voor de kerken. Daarover praat ik verder met dominee Alfred van der Weg. Goedenavond, meneer van der Weg. Goedenavond. Waarom komt er een nieuw advies voor kerkdiensten? Ja, dat zal alles te maken hebben met schrijnende toestand naar aanleiding van de coronabesmettingen die enorm oplopen. En iedere keer is dat ook gevolgd door een advies van het CIO, dus dat zal ook nu gaan plaatsvinden. Ik heb er nog niets van gehoord, maar ik geloof dat in de loop van de dag of de avond het bekend zal worden. Is het echt nodig om een nieuw advies af te geven? Ja. Ik heb er een dubbel gevoel bij. Ik reageer nu even vanuit de plaatselijke context. Wij als gemeente hebben ons heel strikt gehouden aan de veiligheidsvoorschriften. Dus we hebben die 30-grens ook voortdurend gehandhaafd. We zijn dus al teruggeschaald. We hebben al veel gelaten. En ja, verdere minimalisering zou eigenlijk betekenen dat je op de online stand overgaat. Dus eigenlijk alleen nog maar personeel in de kerk hebt. Ja, dat zou ik wel heel erg betreuren. Ja, er zijn mensen die van mening zijn dat het beter is om helemaal geen kerkdiensten meer te houden. Wat vindt u daarvan? Ja, ik lees en ik hoor die geluiden ook wel. Dat wordt dan vooral beargumenteerd met het begrip solidariteit. Hè. We moeten medemenselijk zijn naar de samenleving toe. Dus een stukje lijden ook als kerk overnemen. Ik kan die gedachte voorstellen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je juist vanuit solidariteit de kerken niet sluit. Want de kerk is naar mijn mening een plaats van hoop. Juist in tijden van crisis. Wat zou er nou mooier zijn dan dat die kerk open blijft? En dat mensen, ook passanten, uiteraard binnen alle maatregelen binnen kunnen komen. Opgevangen worden. En in deze hopeloze en spanningsvolle tijd verwelkomd worden. En ook een boodschap van hoop horen. Ja. Ik zou ook heel graag die andere kant willen benadrukken. Ik ben niet voor roekeloosheid en onvoorzichtigheid. Maar we moeten ook niet heel braaf willen zijn. Er is ook echt een andere kant. Ja. Komt de vrijheid van godsdienst niet in het geding met deze discussie? Ik denk het zelf niet, omdat we klassieke vrijheidsrechten hebben. De vrijheid van God is een groot goed. Is verankerd in de grondwet. Dus ik denk in die zin dat dat niet zal gebeuren. Maar het is natuurlijk zonder klaar dat er al behoorlijk ingegrepen is in het samenkomen van de gemeente. De gemeenschapszin staat echt onder druk. Ik kijk naar mijn eigen gemeente en ik zie en ik hoor wat het doet met jongeren en ouderen die elkaar al heel lang niet meer kunnen zien. Maar dat het zover zal komen dat de vrijheid van godsdienst in het geding komt, nee, ik denk niet dat dat heel snel nu gebeurt. Wat hoopt u dat er uit het advies komt als dat bekend wordt? Ja, ik hoop dat het blijft zoals het is. Kijk, opschalen, ik zie ook wel in allerlei gevoelens oproept. Daar wil ik ook niet in meedoen. Maar terugschalen zou ik ook echt heel moeilijk vinden. Ik kan me wel voorstellen dat de CEO zegt van laten we dat dringende advies nog eens een keer benadrukken. Juist ten opzichte van die gemeenten die ook in de achterliggende tijd die adviezen naast zich neer hebben gelegd. Ja, die zijn er ook. Helaas, vrijheid van godsdienst zorgt soms ook voor wat onverantwoordelijke situaties. Ja, ja. Het is. Dominee van der Weg, dank u wel voor uw toelichting. De scholen gaan vanaf morgen voor 5 weken dicht. Dit is een van de maatregelen van de lockdown die premier Rutte gisteravond afkondigde. Welke invloed heeft deze lockdown op de leerlingen? Aan tafel Gert van der Ree van scholengemeenschap De Drieslag in Barneveld. Goedenavond, meneer van der Ree. Goedenavond. Was u verrast door het besluit dat de scholen nu toch weer sluiten? Ja, ik was verrast. Ik had zondag wel zoiets van, oeh, welke kant gaat dit op? Ik heb toen al naar mijn directeuren aangegeven van mensen. Ik weet het niet, maar dat was nog het moment dat ik dacht, de vakantie wordt mogelijk verleend. De beslissing die genomen is om zelfs nog voor de kerstvakantie de basisscholen te sluiten, heeft mij verrast. Ja, en hoe is daar dan op geanticipeerd door uw leerkrachten? Wat gaat er nu allemaal gebeuren?
Eerlijk gezegd ben ik daar best wel van onder de indruk. Het was gisterenochtend om een uur of half elf, elf uur toen het nieuws doordrong of lekte. Bekend werd dat 's avonds het besluit genomen of verkondigd zou worden dat de scholen dichtgingen. Er is direct die middag al door directeuren en door onze mensen van de kinderopvang gereageerd van hoe zouden we dat dan kunnen gaan doen. We hebben gisteravond na de persconferentie met elkaar overlegd als bestuur en directeuren. En eigenlijk zijn directe lijnen uitgezet. En ja, daar ben ik best van onder de indruk hoe snel dat opgepakt wordt en hoe groot de veerkracht van het basisonderwijs en de kinderopvang dan is. Ja. Wat is de impact nu, als nu de scholen weer dicht moeten? Ja, die is gigantisch groot. Kijk, het onderwijs op afstand, dat komt wel goed. Daar hebben we ervaring in opgedaan. Daar kunnen we nog in bijschaven, dat gaan we natuurlijk ook doen. De lering van het voorjaar kunnen we nu benutten. Maar het gewone contact tussen leerkracht en kind, dat is onopgeefbaar. Dat is van zo groot belang. En dat zullen we opnieuw op een ingewikkelde manier moeten vormgeven. Met telefoon, met Meets, met Google, met nou noem alle middelen maar op. Ja. Maar dat is niet te vergelijken met het groepsproces in de klas. Kamerleden zijn ook ontevreden over het feit dat ze, scholen nu opnieuw gesloten worden. Snapt u dat? Ja, ik snap het wel, maar ik begrijp ook dat er gewoon een besluit genomen is met dicht. De cijfers zijn dusdanig dat ik begrijpen kan dat er ingegrepen moet worden. En ja, het is ook eerlijk is eerlijk zo dat op het moment dat je de basisscholen sluit, ouders keuzes moeten maken van hoe passen we op ons kind, op onze kinderen. Dat het een positief effect heeft op het thuiswerken. Ja. Moet je daar de scholen dan voor dicht doen? Ja, ik voel dat ook knagen en schuren. Ik begrijp het besluit. Daar heb ik mee te maken. En ik wil mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daar invulling aan geven met onze mensen. Ja. Denkt u dat dit echt gaat werken om het virus terug te dringen? Nou, niet alleen dit, maar het totale pakket, daar kan ik me goed van voorstellen dat dat echt effect heeft. Dat heeft het in het voorjaar ook gehad. Ja. En dat is wat we met z'n allen willen. En dan moeten we door die zure appel heen. En heel eerlijk, dan denk ik liever nu maar even goed en grondig. In de hoop en de verwachting dat we dan ergens halverwege eind januari kunnen verruimen. En misschien een beetje credits hebben op weg naar de inentingen. En dat we er doorheen komen met elkaar. Ja, nou, u gaf het net al even aan, het is bijna kerstvakantie. Normaal zouden deze week de kerstvieringen ook plaatsvinden op school. Kunnen die doorgang vinden? Ja, ik sta daarvan te kijken. Die stonden natuurlijk gepland voor donderdag, vrijdag. Dat was natuurlijk al zonder ouders. Dat is natuurlijk al kaal. Ja. Maar goed, daar was het op voorbereid. Vrijwel alle scholen van de drieslag in Barneveld, Ede, Hoevelaken hebben besloten van, maar dat gaan we dan naar voren halen. Dus vanmorgen was ik op mijn bestuurskantoor, dat is in een van onze scholen. En ja, het was nog donker. Dat is het in deze tijd van het jaar. En op het moment dat dan de kerstliederen door de gang gaan, dan ben ik eigenlijk wel heel dankbaar dat het gewoon naar voren is gehaald. Bijna alle kerstvieringen zijn vandaag gehouden. En anders is er iets online bedacht om ervoor te zorgen dat dat in ieder geval door kan gaan. En ik ben daar echt wel heel dankbaar voor. Ik vind dat geweldig. Is het extra belangrijk nu? Ja, het is nu extra belangrijk. Ik bedoel, de hele maatschappij voelt dit en proeft dit. Zekerheden zijn weggevallen. Dingen die vanzelfsprekend waren, zijn niet meer vanzelfsprekend. Als we nu iets kunnen en mogen meegeven aan onze kinderen, dan is het een boodschap van hoop en van verwachting. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we juist nu die boodschap kunnen brengen. Ja. Nou, we hadden het net al eventjes over het thuisonderwijs, wat nu gaat plaatsvinden. Bent u niet bang dat de kinderen daardoor gedemotiveerd raken? We hebben in het voorjaar gezien dat de onderlinge verschillen tussen gezinnen en kinderen gewoon zijn toegenomen. De grootste groep kinderen pakt dat probleemloos op en zit in een thuissituatie waarin dat ook kan. En dan hoor ik heus wel vaders en moeders en zo mopperen van ja, nou ben ik ook nog een beetje meester en juf. En dat is ook ingewikkeld. Ik begrijp dat. Het is ook heftig. Ja. En als school ondersteunen we, hebben we wekelijks contact, iedere leerkracht met kinderen. Hebben we onze digitale middelen waar we ook heel veel mee kunnen doen. Maar de verschillen zijn groter. Er zijn ook kinderen die in een hele kwetsbare situatie zitten. En met name daar maak ik me grote zorgen over. Hoe gaat het in die gezinnen? En dat heeft met van alles en nog wat te maken, maar het heeft ook gewoon met de leeftijdsopbouw van je kinderen te maken. Op het moment dat je een gezinnetje van 3 kinderen hebt en je hebt er nog 2 thuis en de oudste zit net in het kleuteronderwijs. Ja, dan is die 5 weken thuis in plaats van 2. Dat is ook heel wat. Ja. Maar dat is een andere situatie dan wanneer je 3 kinderen in de basisschoolleeftijd op school hebt. En normaal gesproken als vader en moeder al zoiets hebt van nou gelukkig hoor,
tweede week van de kerstvakantie. Volgende week kunnen ze weer naar school. Ja. Volgende week kunnen ze niet naar school, dan hè. Maar moet je nog thuisonderwijs aanbieden ook. Nou, we zullen met het personeel dat zo goed mogelijk ondersteunen. Ja. Wat verwacht je van de ouders? Ik verwacht van de ouders dat ze eerst gewoon echt kerstvakantie gaan houden met hun kinderen. En ik verwacht van ouders dat ze daarna weer aansluiten en samen met de leerkracht van het kind, die ook contact gaat zoeken, invulling gaan geven aan het onderwijs op afstand. Ja. Nu had u ook een budget gekregen om de achterstand zeg maar aan een inhaalprogramma uit te geven. Ja. Komt dat nu helemaal op losse schroeven te staan of kan dat doorgang vinden? Nou, ja, ik heb dat ook met bijna een soort cynisme bedacht. We hebben dat aangevraagd voor onze scholen. We hebben dat ook direct ingezet, ook al eerder dan het beschikbaar was. Zodat we dit hele cursusjaar zouden kunnen werken aan het wegwerken van de achterstanden veroorzaakt door corona. En nu is het december en op de overgang van het ene jaar naar het andere jaar zitten we weer in een complete lockdown met de scholen dicht. Ik zie het maar zo dat het even is. Ja. En dat hoop ik ook. En dan is het even, dan is het heel heftig, maar ook even, dan is het een goede maand. En dan pakken we gewoon de draad weer op en dan gaan we juist met die kinderen die die specifieke extra ondersteuning nodig hebben, weer verder op de plek waar we, nou laat ik zeggen, gisteren gestopt zijn. Ja, verwacht u dat die groep nu groter gaat worden, nu het opnieuw een lockdown is? Ja, dat kan. Tegelijkertijd denk ik dat het wel diezelfde kwetsbare kinderen zijn die nu ook al heel veel problemen hebben, die het dan ook zullen hebben. En heel eerlijk, als wij kijken naar de resultaten, maar wat zegt het eigenlijk? Dan is het ons ook nog wel meegevallen. De meeste kinderen hebben zich echt wel doorontwikkeld. En de toetscijfers die we dan zien voor wat het waard is, die zien er ook nog best goed uit. Dus opnieuw, ook kinderen hebben een gigantische veerkracht. Dus je verwacht niet heel erg extreme lange termijn gevolgen dan door deze lockdowns? Ik kan het niet overzien en wie kan het wel? We doen eraan wat we eraan kunnen doen. Dit is de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. Waar ik me zorgen over maak is dat de verschillen groter worden. En dan heb ik een categorie kinderen en gezinnen waar ik me ernstig zorgen over maak. Van hoe kunnen we daar zo dicht mogelijk bij komen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja, hoe kunnen uw leerkrachten dat dan doen? Hoe kunnen zij die gezinnen in de gaten houden? Dat kunnen onze leerkrachten en onze pedagogische medewerkers in de kinderopvang door vooral contact te hebben met die oudersverzorgers. En ik hoop dat die oudersverzorgers ook de moed hebben, want dat vraagt moed, om aan te geven het gaat niet. En dan hebben wij noodopvang georganiseerd, ook in de komende kerstvakantie, ook in de eerste weken van januari. En dan hebben wij besloten dat ook de directeur van de basisschool in samenspraak met de kinderopvang bepaalt wie in aanmerking komt voor die noodopvang. Ja. Want we willen er voor die kinderen zijn. Die samenwerking tussen scholen en kinderopvang, gaat dat goed? Verloopt dat goed? Ja, binnen onze organisatie hebben we onder de drieslag zowel onderwijs als kinderopvang. En die verbinding, dat levert op momenten als dit zijn vruchten op. Daardoor kan ik aangeven in Ede, in Barneveld en in Hoevelaken, het staat en het staat ook de komende twee weken. En wij vangen die kinderen op. Natuurlijk hebben we ook te maken met commerciële kinderopvang. En net op weg hier naartoe kwam het alweer op mijn app en toestand binnen dat het dan gaat schuren. Want natuurlijk valt er geen geld te verdienen de komende twee weken, hè, als het kerstvakantie is. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar ik hoop van harte dat de regering ook die koppeling gaat maken. Trek alsjeblieft die kinderopvang uit die commerciële wereld en maak de verbinding met het basisonderwijs. Ja. 18 januari gaan de scholen straks weer open. Kijkt u daar nu al naar uit? Ik kijk er naar uit, want dat is het moment waarop wij de kinderen weer zien. Waarop de leerkrachten de kinderen weer zien. Waarop we hen letterlijk in de ogen kunnen kijken. Niet alleen instructie in technische zin kunnen geven, maar ook aan onze pedagogische taak weer volop tegemoet komen. Ja, heel kort. Hoopt u dat dit de laatste keer is dat de scholen dicht moeten? Van harte. Ik bid en hoop dat het vaccin gaat werken en dat we hier met elkaar uitkomen en dat we weer gewoon onderwijs en opvang kunnen geven. Dank u wel, meneer Van der Ree, voor uw toelichting. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Straks om 9:30 is de laatste aflevering van Uitgelicht Analyse over de vervolgde kerk te zien. Geweld tegen christenen lijkt de laatste paar jaar toe te nemen. Ron van der Spoel zag het vredige Afrikaanse land Burkina Faso veranderen in een brandhaard van extremisme. Dat dus straks. Morgen is er weer een reguliere Uitgelicht. Fijne avond en graag tot dan. Dag.